Was dat nog. En toen ben ik bij een lokale omroep terecht gekomen. En daar heb ik gewoon voor de leven gegooid. Ja, ja. En wat ik dan deed was bijvoorbeeld veel filmpjes kijken van, je had toen een sterreclame. Oh ja. En dat zijn natuurlijk hele korte dingetjes, 1,5, 2 minuten. Ja. 3 minuten maximaal. Ja. En dat is een heel verhaal wat ze dan vertellen eigenlijk in zo'n commercial. En dat is heel knap, met wisselende beelden. En als je dat vaak kijkt, dan begin je dat een beetje te snappen. En dan, als je zelf gaat monteren, dan weet je ook dat je moet extra shots moet je maken. Want dan kan je altijd beeldjes ergens tussen zitten. Dus dat je een paar totaaltjes maakt en van de omgeving of een hele studio. En als je dan een stukje uit gaat zenden of gaat monteren, dan kan je daar stukjes tussen planten. Want dan heb je geen springend beeld. Hè? Want als je mij nu al die tijd laat praten, maar ten eerste is het al veel te lang. Ja, ja. En als je dat dan kan onderbreken en je kan gewoon goede stukjes eruit halen, dan dat werkt gewoon veel beter. Dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Ik heb nu ruim 400 afleveringen gemaakt van dit programma. Oh, wow. En dat is echt, echt heel leuk. Ik ontmoet natuurlijk heel veel mensen. Er zijn al echt heel veel kandidaten langs geweest. Ja. En ik leer er ook heel veel van. Dat is het leuke. Want ik stel heel veel vragen en ik leer ook. 4 jaar geleden ben ik begonnen, of 3 jaar geleden. En je leert er gewoon heel veel van. Dus ik merk dat mijn Bijbelkennis groeit. Ja, precies. Ja. En heb je daarvoor gestudeerd? Of? Ik heb journalistiek gestudeerd. Dus ik ben journalist. En, dus ik presenteer ook bij Family 7 nog een actualiteitenprogramma. En hier doe ik dan ook de quiz. Maar normaal gesproken ben ik heel veel bezig gewoon met journalistiek, met nieuws en dat soort dingen. Okay. En af en toe even deze quiz. Ja, dus dit doet je het ernaast eigenlijk. Ja. Okay. En heb je misschien een tip of zo voor iemand die dit ook wil doen? Die wil presenteren. Nou, dat is gewoon doen. Ik ben ook gewoon, toen ik net begon, zeg maar, toen ben ik ook gewoon gaan oefenen voor de spiegel. Dus gewoon kijken van hoe zie ik eruit en wat doe ik en hoe reageert mijn hoofd en mijn gezicht en mijn lijf. Dus gewoon oefenen voor de spiegel en gewoon soms ook een beetje brutaal zijn. Gewoon lekker, als je denkt van, hey, dit lijkt me leuk, stuur Family 7 een brief. Of kom hier eens een keertje stage lopen, dat kan ook. Stuur ons een brief of een e-mail of hoe dan ook, een postduif. Doe wat en dan gaan we reageren. Dan kan je gewoon een dagje meelopen. Nou, super. Ja. Nou, dankjewel voor je. Ja, ik moet heel snel door, want anders zijn ik een boze producer. Ja, en dan even op haar kanaal abonneren en liken en duimpjes omhoog. Touchdown.